We zijn levend en wel aangekomen. Na meer dan een dag wakker zijn, geloof ik. Hier is dankjewel. We zijn allemaal heel excited. Ja. Moe, vermoeid en we hebben het warm. En we gaan nu naar binnen. En nu gaan we onze bagage halen. Bye! Wel, dat is eigenlijk een fantastische ervaring om mensen van over de hele wereld te ontmoeten, vooral jongeren natuurlijk, die samen het geloof beleven en om die verschillende culturen te leren kennen. Dat is een levensveranderende ervaring, elke keer opnieuw. Waar dat je helemaal uit je comfortzone komt. Deze keer zijn we bijvoorbeeld echt met de lokale arme bevolking gaan meeleven. Je wordt echt uit je comfortzone geroepen. Maar ergens beseft je ook hoe dat de eenvoud en de gastvrijheid van de mensen je raakt. En hoe dat het belangrijkste is. Ik denk dat mensen hier uit Panama, die geven ons een groot geschenk. Ze geven ons eigenlijk in hun gastvrijheid, in hun voorbeeld van opgewektheid en van blijheid, geven ze ons eigenlijk, denk ik, de kern van het evangelie. Het is een blijde boodschap. Dus je moet vooral eigenlijk durven vertrouwen. Je moet niet altijd maar angstig met jezelf bezig zijn. Bij ons in de Westerse Kerk, wij zijn geobsedeerd door onze toekomst, door onze gebouwen, door onze leeftijd, door van alles. En hier zie je een jongere kerk die natuurlijk ook de moderne cultuur kent. Ze lopen hier ook allemaal met de iPhone en met de iPad. Maar in die moderne cultuur hebben ze het hart van het geloof meer bewaard, lijkt mij. En dat is een groot geschenk. Ze leren ons terug vertrouwen. Ik denk dat dat voor mij wel heel belangrijk is, omdat dat echt een ervaring is die je meeneemt voor de rest van je leven. Het is iets waardoor dat je geloof ook versterkt wordt, omdat je het kan delen met zoveel gelovigen, je kunt erover praten. Het is geen taboe en dat vind ik echt fantastisch.